Dit jongetje fronste toen hij naar de pasgeborene in de armen van zijn ouders keek en beweerde dat ze niet zijn zus was. Weken later besloot het paar eindelijk een DNA-test te laten doen, alleen om te ontdekken dat de resultaten iets schokkends onthulden. Vol van opwinding presenteerden Mary en Nathan Callahan een pasgeboren dochter, Marissa, aan hun zoon Tony, toen hij iets behoorlijk ongebruikelijks deed. Het paar was ervan overtuigd dat hun 5-jarige zoon opgetogen zou zijn om zijn gloednieuwe zusje te ontmoeten. Hij verraste hen echter door naar de baby te staren met een diepe frons op zijn gezicht voordat hij naar Nathan opkeek om de woorden te mompelen die niemand zag aankomen. Ze is niet mijn zus. Geschokt lachte Mary nerveus terwijl ze haar kleine jongen vroeg wat hij bedoelde en waarom hij zoiets zou zeggen. Ze nam aan dat hij gewoon probeerde te grappen, maar de ernst op zijn gezicht deed haar anders geloven. Nathan was ook verbaasd over de afwijzing en uitte dezelfde zorg als Mary. Ze probeerde te redeneren dat Tony gewoon verrast of in de war was, of misschien zelfs jaloers, en dat hij zijn kleine zusje snel genoeg zou gaan liefhebben. Maar toen hij hun vragen negeerde en hen zonder een tweede blik op Marissa te werpen achterliet, voelde ze een groeiend gevoel van ongemak en onbehagen. Ze wisten niet dat hun zoon bezig was met een mysterie dat opvallend onverwacht en verbijsterend was. In de dagen daarna warmde Tony niet op voor de kleine Marissa. De ouders hadden altijd geweten dat dit een aanpassingsperiode zou zijn voor hun jongen, maar ze hadden niet verwacht dat hij zo kil zou zijn tegenover de baby. Ze hadden hem toch opgevoed als een liefdevolle, aanhankelijke jongen. Maar Tony was zoveel meer dan een zoet kind. Van jongs af aan had hij tekenen van uitzonderlijke intelligentie laten zien. Hij was waarnemend en scherpzinnig, stelde vaak vragen en nam deel aan discussies over onderwerpen die te geavanceerd waren voor zijn leeftijd. Mary en Nathan voelden zich trots toen ze deze opmerkelijke eigenschap in hun zoon opmerkten. Ze wilden zelfs een privéleraar inhuren of hem inschrijven in een programma voor zeer begaafde kinderen zoals hij. De trotse ouders waren enthousiast om de briljantie van Tony te koesteren en hem aan te moedigen zijn genie te verkennen. Ze hadden heel lang hun prioriteit gemaakt van het welzijn van hun zoon, zonder ook maar het geringste vermoeden dat een onvoorziene inbreuk hun plannen zou verstoren. Toen Tony 4 was, onthulde Mary dat ze nog een baby verwachtte. Bij het horen van het nieuws was de jongen meteen vol vreugde. Hij vond het idee van een jonger broertje of zusje geweldig. En toen zijn ouders later zeiden dat het een meisje zou worden, telde hij de dagen in afwachting. Mary en Nathan hadden het gevoel dat Tony een geweldige grote broer zou worden en konden daarom niet wachten om een nieuwste toevoeging aan hun gezin te verwelkomen. Zonder dat ze het wisten, zou deze komst een ongebruikelijke verandering in hun leven teweegbrengen. Kort daarna kreeg Mary weeën. Nathan vergezelde haar naar het ziekenhuis terwijl haar moeder, Clarice, bij Tony thuis bleef. Na een lange en vermoeiende beproeving was het paar eindelijk in staat om hun dochter Marissa te ontmoeten. Ze had het gezicht van een engel zo mooi en betoverend. Mary en Nathan straalden van geluk naar hun kleine prinses. Ze konden niet wachten om haar en Tony voor te stellen. Ze wisten dat hij dolblij zou zijn om zijn nieuwe zus te ontmoeten. Maar jongen, hadden ze het meer mis kunnen hebben. De reactie van Tony op Marissa was niet wat ze hadden verwacht. Niet alleen had hij haar niet van harte verwelkomd, hij had haar ook het meest absurde gezegd wat ze ooit hadden gehoord. Kleine Marissa was niet zijn kleine zusje. Zelfs nadat Tony de kleine baby de eerste keer had afgewezen, probeerde Mary een positieve reactie te krijgen van haar 5-jarige door Marissa in zijn armen te leggen terwijl hij naar een tv-programma keek. Maar tot haar grootste verbazing staarde Tony alleen maar naar de baby met dezelfde afkeurende uitdrukking en herhaalde hij dezelfde beangstigende woorden. Maar deze keer kwam zijn toon eruit als een schreeuw: "Dit is niet mijn zusje!" Hij gaf Marissa prompt aan Mary en trok zich terug in zijn kamer, waardoor de verbijsterde ouders de kans ontnomen werd om hem te vragen waarom hij dat geloofde. Bedroefd vroegen Mary en Nathan zich af wat Tony's vreemde gedrag zou kunnen hebben veroorzaakt. Slechts enkele maanden daarvoor was het jongetje dol enthousiast om zijn kleine zusje te ontmoeten. Hij had zelfs gesmeekt bij Nathan om hem mee te nemen naar het ziekenhuis toen Mary aan het bevallen was. Op dezelfde manier stond Tony enkele minuten nadat ze van het ziekenhuis thuis waren gekomen ongeduldig te wachten op de veranda tot zijn kleine zusje thuis kwam. Dus wat was er veranderd? Waar was die enthousiaste Tony die ze kende? Na dit kleine incident verzekerde Mary's moeder Clarice de nieuwe ouders dat kleine Tony met de tijd wel bij zou draaien. Ze schreef Tony's ongebruikelijke gedrag toe aan zijn jaloezie en mogelijk de angst om vervangen te worden. Het was gebruikelijk dat enige kinderen zich zo voelden wanneer er een nieuw broertje of zusje verscheen. Clarice drong erop aan dat ze geduld met hem hadden en stelde ook voor om hem te betrekken bij de zorg voor Marissa. Hopelijk zou kleine Tony, door een deel van de verantwoordelijkheden te delen, eindelijk erkennen dat zij zijn zusje was en de familie de gewenste rust geven. Het horen van zulke geruststellende woorden van een ervaren moeder kalmeerde Mary en Nathan. Echter, terwijl ze enigszins gerustgesteld waren door de woorden van Clarice, konden ze de zorgen die binnen in hen opwelden nog steeds niet van zich afschudden. Met de tijd zouden Mary en Nathan tot het besef komen dat dit onderbuikgevoel ongetwijfeld juist was, omdat er iets veel zorgwekkenders om de hoek kwam kijken.
Naarmate de dagen verstreken probeerde Mary en Nathan Tony te betrekken bij de zaken van kleine Marissa. Dit deden ze door hem aan te moedigen deel te nemen aan kleine taken zoals luiers halen of speelgoed voor Marissa, een oogje in het zeil te houden terwijl Mary druk was in de keuken en zelfs de boeken voor haar te lezen die hij had bewaard toen hij nog op haar komst wachtte. Maar ondanks deze inspanningen bleef Tony weerstand bieden, constant een mix van onverschilligheid en afkeuring tonend, terwijl hij af en toe herhaalde dat ze niet zijn zusje was. Hij hield een zekere afstand van Marissa en nam nooit zelf het initiatief om met haar te spelen als haar moeder dat niet vroeg. Dit verontrustte Mary en Nathan meer dan ze zich konden voorstellen. Voor ze het wisten waren er verschillende weken verstreken en was er nog steeds geen verbetering in Tony's gedrag ten opzichte van zijn kleine zusje. Hij bleef koel tegenover Marissa en vertoonde geen tekenen dat hij warm voor haar begon te lopen. Deze houding verergerde de zorgen van zijn ouders. Telkens wanneer ze Tony vroegen waarom hij geloofde dat Marissa geen deel uitmaakte van de familie, wimpelde hij het af door te zeggen dat hij gewoon een gevoel had. Met de gespannen sfeer thuis wisten Mary en Nathan niet wat ze moesten doen. Maar voordat ze op het probleem konden ingaan, zei Tony eindelijk iets over het onderwerp, hoewel het zijn ouders volledig in shock achterliet en nog meer in verwarring bracht. Een zonnige middag verklaarde Tony zoals gewoonlijk dat Marissa niet zijn zus was. Maar in tegenstelling tot de andere keren dat hij deze absurde uitspraak had gedaan, voegde hij iets extra's en nieuws toe. Tony zei eindelijk dat hij kon uitleggen waarom hij dat zo voelde. Ze heeft licht haar, blauwe ogen en bolle wangen. Ik heb bruin haar en bruine ogen. Ze kan niet mijn zus zijn. Mary en Nathan keken elkaar verbaasd aan voordat ze antwoordden met een korte lach. Het gebeurt soms. Je zult het begrijpen als je ouder wordt, lieverd, antwoordde Mary kort. Hoe kon zo'n kind als hij de complexiteit van genetica begrijpen? Deze reactie deed echter weinig om de groeiende verdenkingen en nieuwsgierigheid van het jongetje te stillen. Zijn mening over zijn kleine zusje bleef standvastig en hij bleef haar zoals gewoonlijk negeren. Op dit punt hadden de zorgen van zijn ouders een breekpunt bereikt en besloten ze actie te ondernemen. Mary en Nathan geloofden dat Tony's uitbarstingen lang genoeg hadden geduurd en misschien niet kinderachtige woedeaanvallen waren zoals ze dachten. Dus besloten ze hulp te zoeken bij een professional die wellicht het wisselvallige gedrag van hun zoon kon begrijpen. Onmiddellijk planden Mary en Nathan een ontmoeting met een aanbevolen kinderpsycholoog. De dag brak aan voor Tony's evaluatie met zijn therapeut. Na een paar sessies bepaalde de psycholoog dat Tony enigszins een genie was en waarschijnlijk alleen concrete bewijzen zou geloven dat Marissa echt zijn zus was. Desalniettemin drong de therapeut er bij Mary en Nathan aan om een DNA-test te laten uitvoeren. Het voorstel viel echter niet goed bij Mary omdat het vergezocht aanvoelde. Het was een dure procedure die onnodig was. Ze was er zeker van dat ze Marissa had gebaard en zelfs Nathan had het tijdrovende maar prachtige moment meegemaakt. Dus waarom zouden ze een rapport nodig hebben om hun zoon te overtuigen? Nathan begreep de mening van zijn vrouw evenals de aanbeveling van de dokter. Echter, hij geloofde dat er iets moest gebeuren om de spanning thuis te verminderen. Hoewel een DNA-test een beetje overdreven leek, verzekerde de therapeut hen dat hun briljante zoon de aard en betekenis ervan begreep. Dus overtuigde Nathan zijn vrouw om door te gaan met het plan. Monsters werden verzameld van Marissa, Mary en Nathan en werden vergeleken. Ondertussen wachtte Tony op de resultaten, zelfverzekerd zeggend dat ze zouden zien dat hij gelijk had. En toen de resultaten eindelijk klaar waren, stond het hele huishouden voor een kleine verrassing. De test onthulde dat Marissa echt geen biologische band had met Mary en Nathan. Verbijsterd door wat ze in het rapport lazen, nam het paar contact op met het laboratorium om de resultaten die ze hadden ontvangen te controleren. Er moet ergens een fout zijn, dacht Mary. Ze was ervan overtuigd dat ze de moeder van Marissa was, na enkele slopende uren te hebben doorgebracht voordat ze werd meegenomen voor een keizersnede. Feedback van het laboratorium kwam binnen, waarin hen werd medegedeeld dat de resultaten accuraat waren. Deze openbaring liet Mary en Nathan verbijsterd en verward achter. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren? Ze waren samen geweest tijdens de geboorte van Marissa, daarom gaf het resultaat geen zin. Mary stelde voor om nog een test uit te voeren, gezien hoe deze tests gemakkelijk onnauwkeurig konden zijn. Maar net toen ze wilde doorgaan, sloop er een knagende gedachte binnen. Het was een mogelijkheid die ze nooit eerder hadden overwogen. Ze wisten niet dat deze verdenking die ze koesterden een ontdekking zou ontrafelen die hun wereld zou doen instorten. Mary en Nathan begonnen te vermoeden dat hun dochter bij de geboorte was verwisseld. Het was een zeer zeldzame gebeurtenis, maar niet ongehoord. Nathan nam haastig contact op met het ziekenhuis waar Marissa was geboren en deelde hun recente bevindingen. Zoals ze hadden vermoed, was er een goede kans dat hun pasgeborene ergens na haar geboorte was verwisseld. Onmiddellijk werd er een onderzoek gestart om tot de kern van de zaak te komen. Aangezien er enkele maanden waren verstreken, zou het even duren voordat ze vooruitgang boekten. Maar het ziekenhuis kwam snel in actie, traceerde en nam contact op met de ouders van elke baby die op die dag was geboren. Na een diepgaande zoektocht kwamen ze eindelijk een stel tegen met een baby waarvan ze geloofden dat het de echte Marissa was.
De ontdekking verscheurde de Callahans, vooral Mary. Enerzijds vroeg ze zich af hoe ze afscheid zou nemen van de baby die ze had meegenomen en waar ze wekenlang aan had aangepast. Aan de andere kant vreesde ze dat ze geen band zou kunnen opbouwen met de echte Marissa, gezien ze een vreemde voor haar was. Bovendien voelde ze zich zo'n slechte moeder, omdat ze zelfs geen moment aan verwisseling had gedacht. Na een lange periode van verbittering en minachting besloten Mary en Nathan eindelijk contact op te nemen met de echte ouders van Marissa om het nodige te doen. De verwisseling was pijnlijk. Het liep een diepe pijn in hun harten achter, maar ze moest er overheen komen. Ze had het juiste gedaan, dachten ze bij zichzelf. Tijdens de rit naar huis onderzocht Mary haar biologische dochter. Ze heeft donker haar, net als wij, maar haar ogen zijn nog steeds een beetje blauw. Hoe zou Tony deze keer reageren, dacht ze hardop. Een paar minuten later zouden ze het antwoord krijgen waar ze naar op zoek waren. Toen ze die dag thuis kwamen, vonden ze Tony zoals gewoonlijk op hen wachten. En net zoals ze de vorige keer hadden gedaan, stelden ze hun 5-jarige zoon voor aan de nieuwe Marissa, in afwachting van zijn reactie. Tot een grote verbazing lichtte zijn gezicht stralend op toen hij naar de nieuwe kleine baby keek. "Dit is mijn zus," riep hij blij uit. Vanaf dat moment werd Tony de grote broer die hij altijd wilde zijn voor Marissa. Hij beschermde haar en zorgde er altijd voor dat ze gelukkig was. Mary was verheugd om haar kinderen op te zien groeien met zoveel liefde en harmonie. Na verloop van tijd warmde ze op voor Marissa, haar net zo liefdevol en genegenheidgevend als de vorige baby. Naarmate de jaren verstreken en Marissa en Tony onafscheidelijk werden, haalden Mary en Nathan vaak herinneringen op aan die periode in leven. Ze begrepen nooit hoe Tony had geweten dat de eerste Marissa niet zijn zus was en ze wisten dat de waarheid voor altijd ongrijpbaar zou blijven. Ondertussen genoten ze van het gezin dat Tony's intuïtie onbedoeld had gecreëerd. Wat een schokkend verhaal. Wat zou jij hebben gedaan als je Mary en Nathan was geweest? Zou je de baby hebben opgegeven waarin je tijd en liefde had geïnvesteerd? Laat het ons weten in de reacties. Bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende video.